altijd in jouw buurt. Welkom allemaal, hallo, welkom bij Veldhoven is slim bezig. We gaan vandaag lekker trainen, lekker bewegen. Ik ben Stella, ik ben jullie coach. Ik heb nog twee collega coaches meegenomen, Simone en Lisa. En wij gaan vandaag een heerlijke training verzorgen. We hebben de visie dat we een minuut een spiergroep willen trainen. Vervolgens hebben we een halve minuut rust waar ik de volgende oefening uitleg. En daarna gaan we weer een nieuwe spiergroep trainen. Vandaag is het thema benen en billen, dus dat zal wel een pittige worden. Maar uiteindelijk is het voor ieders niveau. Want Simone zal de oefening op een iets makkelijkere versie uitvoeren. En Lisa zal een hoge intensiteit hebben. Zoek je een uitdaging, dan volg je Lisa. Zoek je wat meer rust en opbouwend, dan volg je Simone of je volgt mij. Wat heb je nodig vandaag? Een matje. En dumbbells kun je gebruiken. Heb je geen dumbbells, heb je twee flesjes water. En daar kun je je oefening wat meer kracht bij zetten. We gaan natuurlijk zo meteen beginnen eerst met de warming-up. Want je kunt niet intensief gaan trainen zonder warming-up. Dan komt de kern van de benen en de billen. En dan komt de cooling-down. We gaan er heel veel plezier aan beleven. Maak je klaar. We beginnen met de warming-up. En de tijd gaat staan en let's go. We gaan rustig stappen. 30 seconden. Wil je wat meer? Ga je iets intensiever stappen? Neem je armen wat meer mee? Of denk je, ik wil een uitdaging? Dan volg je Lisa. Want die is echt lekker rustig aan het joggen op haar plaats. We zijn inmiddels alweer 20 seconden onderweg. Dus nog maar 10 seconden te gaan. Het is echt een warming-up. Dus we gaan langzaam onze hartslag naar boven brengen. Nog 3, nog 2, nog 1. En weer rustig stappen. We gaan vervolgens onze knieën heffen. Goed trekken, optrekken. Dat kan rustig, dat kan iets intensiever, dus iets sneller. Of je doet hem joggend, wat Lisa op de achtergrond doet. Dus dan zou je deze kunnen doen. Gaat je hartslag sneller van omhoog, word je ook sneller warm voor de billen en benen workout. Nog 5 seconden, hou dit vol. 4, 3, 2, 1. En we gaan weer even over naar eerst rustig stappen. We gaan zijwaarts stappen. Sluit aan. Lekker rustig. Of wat intensiever. Dan doe je je benen naar achter. Of je gaat crossjacks doen. Kijk naar Lisa. De bedoeling is dat je gewoon je eigen hartslag rustig omhoog brengt. Zodat je klaar bent voor de kern zometeen. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. En we rustig stappen. We gaan onze hakken naar de billen brengen. Dat kan rustig. Dat kan wat intensiever. Of dat kan heel intensief. Al joggend, hakken naar de billen brengen. Oké, nog 10 seconden. Dan hebben we het eerste rondje van de warming-up er bijna op zitten. 4, 3, 2, 1. En weer rustig stappen. Tijdens het stappen gaan we onze armen naar boven brengen. Naar boven. En weer terug. Adem in. En weer rustig terug. Dat kan joggend, maar dat kan ook in jumping jacks, zoals Lisa doet. Hou vol, we zitten alweer 20 seconden. Je voelt dat je warm wordt. Hartslag gaat omhoog. Lekker meedoen. 3, 2, 1. En even rustig zakken. Oké, dit was de eerste ronde. 5 oefeningen voor de warming-up. Die gaan we nog een keer doen, zodat we lekker warm worden. Oké, dan hebben we nog even 15 seconden rust. Blijf lekker een beetje ontspannen stappen. En dan gaan we zo weer verder. Oké, nog 10 seconden. Even wachten. Breng je ademhaling tot rust. Adem diep in door je neus. En rustig uit door je mond. 2, 1 en dan gaat hij. Lekker stappen. Intensief. Of lekker joggen op de plaats. Wil je wat meer warming up? Dan ga je lekker joggen. We zitten alweer op 15 seconden. Die halve minuut die gaat hartstikke snel voorbij. Oké, nog 10 seconden. Denk je, oh dit is echt te veel. Ik heb te veel uitdagingen zo. Dan ga je gewoon weer terug naar stappen. Nog 5, 4, 3, 2, 1.
En even rustig stappen. We gaan knieën heffen. Hebben we net ook gedaan. Goed optrekken. Daar gaat hij. Lekker hoog. Dat kan sneller. Of heel snel. Terwijl je dribbelt op je plaats. Neem je armen goed mee. Ook belangrijk voor de warming-up. Zorg ook voor meer intensiteit van je hartslag. Nog 10 seconden. Hou lekker vol. Goed zo. Jullie doen allemaal goed mee. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En weer rustig stappen. En zoals je weet, we gaan zijwaarts. Hup. En sluit aan. Kan rustig. Kan intensiever. Of je kan crossjacks doen. Het is maar 30 seconden. Maar hou energie over voor de kern dadelijk. Want die benen en die billen, die gaan het nog voelen. Hou vol. Nog 10 seconden. Kom op. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En weer rustig stappen even. Dan gaan we met de hakken naar de billen. Dat kan rustig. Of dat kan wat intensiever. Maak de stap breder. Zak een klein beetje in. En die hakken naar de billen. We hebben alweer 15 seconden gehad. Tijd vliegt. We zijn lekker warm. Nog 10. Kom op hè. Hierna nog maar 1 oefening. En dan hebben we de warming up erop zitten. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig stappen. En dan de laatste. Armen naar boven. Adem in. En armen naar beneden. Adem in. Armen naar boven. Armen naar beneden. Ah, je kan het ook heel intensief doen. Dan ga je jumping jacks doen. Maar allemaal. Vooral plezier hebben in sporten en je eigen niveau zien te pakken. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Schiet alles lekker even uit. We zijn warm. Onze hartslag is wat hoger gekomen. Dus we gaan lekker aan de workout beginnen. Wat ik al zei, benen, billen is het vandaag. Ook de intensiteit is verschillend. Denk je dat het zwaar is, dan volg je Simone. En anders ga je Lisa volgen. We beginnen de eerste oefening met een statische squat. Dat betekent dat je net doet alsof je op een stoel gaat zitten. Billen naar achter, teen omhoog en je blijft lekker zo zitten. Is het te moeilijk? Kom je omhoog, strek je even uit, ga je weer zitten. De moeilijke variant, die gaat af en toe op de tenen. Dat gaat Lisa doen. We gaan beginnen. De minuut gaat in en kijk of je het volhoudt. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. En ga maar zitten. Ja, we gaan blijven zitten. Je mag je armen voor je houden. Je mag ze bij je knie leggen, maar goed achterop zitten. Knieën mogen niet voorbij de tenen komen. Blijven zitten. Je benen gaan branden. En als je je kuit een beetje wil pakken, dan mag je af en toe op je tenen komen. Is dat te moeilijk? En iets hoger zitten, pak je dan je tenen. Meedoen is belangrijker dan dat de intensiteit heel zwaar moet zijn. En misschien gaan je benen trillen. Kan allemaal. Zakken, nog 30 seconden. We zijn al half weg. Je begint hier een beetje te vervelen. Geeft niks. Anders kom je even omhoog en anders blijf je lekker zitten. Kom op. Hou vol, hou vol. Nog 20 seconden. Kom op. Niet fijn, maar wel een goed doel. Sterke beenspieren, om lekkere wandelingen te kunnen maken, flink te fietsen. Oké, nog 10 seconden, hou vol. Het begint te trillen, zorg dat je billen naar achter blijven zitten. Knieën niet voorbij je tenen. En nog 5, 4, 3, 2, 1. En kom voorzichtig omhoog. Zet lekker je benen uit. Die voelen we wel. We gaan nu onze zijkant van de billen trainen. Zometeen mag je rustig gaan staan op één been. Pak een vast punt, dat je goede balans hebt. Rondrecht en je gaat één been uitwaaien naar rechts. Tenen naar je toe halen en probeer balans te pakken. Niet te snel. Wil je moeilijker, ga je verder. Of je volgt Lisa zijwaarts, achterwaarts. We gaan beginnen. 30 seconden. Ja, trek je been maar uit. Tenen naar je toe halen. Hou balans. Pak een vast punt. Goed zo. Ja, balans is ook wel een dingetje bij die benen. Want je zult merken dat je stambeen het ook zwaar heeft. En dan zijwaarts of achterwaarts. Hou vol, nog 10 seconden. Kom op. En we wisselen van been. Komt-ie. En weer rustig naar de zijkant. En terug. En zorg dat je naar de zijkant. En terug.
Pak een vast punt en terug. Vast punt pakken en terug. Dan moet ik nog een achter doen als je Lisa wil volgen. En 5, 4, 3, 2, 1. De volgende is een split squat. We gaan ons linkerbeen zo meteen naar voren brengen. De knieën niet voorbij de teen en we blijven zo hangen. En dan gaan we heel rustig inveren. Dat doen we 30 seconden en daarna wisselen we weer van been. Dus 30 seconden gaan we dit zo meteen volhouden. Schud nog even je benen uit, want die zijn nog een beetje moe van de vorige oefeningen. Schud ze uit. Oké, over 5 seconden gaan we beginnen. Dus zet je linkervoet voor. Goed blijven zitten. 2, 1 en we veren zachtjes in. Dan gaan we een halve minuut volhouden. Het gaat wel branden. Wil je het zwaarder, kun je natuurlijk altijd dumbbells naast je houden. En nog zwaarder, dan zou je je dumbbell iedere keer onderdoor moeten geven. Maar het is al pittig genoeg om dit een half minuut vol te houden. Kom op jongens. Nog 10 seconden. En hou vol. Hou vol. Wissel. En wissel van been. 1, 2, 3. Goed zo, hou vol. Hou vol. Rustig inzakken. Nog 20 seconden. Hou vol. Begint hier te branden. Misschien dat je achterste been ook wel lastig is. Dat je ook pijnlijk voelt. Geeft niks. Allemaal goed doen. Nog 10 seconden. Kom op, hou vol hè. Goed zo. Blijf doorgaan. 2, 1 en kom rustig omhoog. Schiet je benen lekker uit. Want de volgende oefening kunnen we gelukkig gewoon gaan liggen. En deze spieren een beetje ontlast. We gaan onze billen, onderrug en de hamstring doen. We gaan een bridge maken waarbij we onze heupen hoog houden. Dus komt er veel spanning op de achterkant. Ga lekker liggen, doen we het voor. Simone doet het voor en die blijft boven. Lisa doet een zwaardere versie. Die steekt af en toe haar been uit. Ik ga liggen, dan kunnen we gaan beginnen. En let's go. Goed, je voeten bij je billen zetten. Billen goed omhoog. Flinke spanning aanzetten. Je armen mag je gewoon naast je neerleggen. Niks aan het handje, gewoon duwen met je heupen naar voren. Je voelt veel spanning op je billen, je hamstrings, je onderrug. En misschien ook wel een beetje je bovenbenen. Ben je te moe? Dan zak je rustig eventjes in. Haal je de spanning eraf en duw je hem weer omhoog. Dit gaan we een minuut volhouden. We zijn nu half weg. Hou vol. Kom op. Nog bijna 20 seconden. Ja, nog 20 seconden. Goed zo. Je voelt je billen, je rug. Goede oefening. Nog 15 seconden jongens. Kom op, hou vol. Een minuut gaan we doen. Nog 10 seconden. Hou vol. Die billen beginnen te branden. Die hamstrings. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En zak rustig naar beneden. Span je rug even. En kom rustig zitten. Laatste oefening van deze keer alweer. We gaan een zijwaartse uitvalspas maken. Een beetje meer een schaatsoefening. Dus de balans komt er ook een beetje bij kijken. Voeten zijn in het midden. En je stapt naar rechts uit. Dat kan zo wat makkelijker. En dat kan natuurlijk ook heel intensief. We beginnen zo meteen. En we gaan één kant uitstappen. Hier 30 seconden. Kom aan, let's go. Rechts. Kom op. En val uit. Hop. Val uit. Is dit te zwaar? Maak je natuurlijk een korter stapje. En rustig terug. Meedoen is belangrijk. En oefening baart kunst. Dus hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker het zal gaan. Flinke training voor je billen en de zijkant van je benen. Goed doel. Nog 5 seconden en dan wisselen we van been. En op. En op. En voeten naast elkaar. Andere kant. Klaar. En de andere kant. Inzakken en weer terug. Inzakken, weer terug. Inzakken, terug. Hou je romp recht. Ga niet naar beneden hangen, maar blijf recht vooruit kijken. En ga door. We zijn al half weg. 15 seconden. Gaat-ie. Jullie zijn goed bezig, jongens. We zijn lekker warm. Ga door. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En kom in het midden. Ho, ho. Schud lekker je been uit. Je hebt echt al wat gedaan. Dus deze kern zit er voor één ronde op.
Natuurlijk kun je thuis meteen de tweede ronde erachteraan gaan doen. Maar voor nu gaan wij door met een cooling down. We gaan onze ademhaling weer tot rust brengen en alles een beetje ontspannen. Zo, even diep inademen. Pak je voeten een beetje op heupbreedte. Schouders ontspannen, arm ontspannen. En breng je linkeroor rustig naar je linkerschouder. Ga niet trekken, gewoon ontspannen laten hangen. Adem een paar keer goed in. En rustig uitademen. Adem in. En uit. Andere kant. Je rechteroor naar je rechterschouder. En adem in. En adem uit. Ontspannen. En heel veel terug. En we gaan rustig met onze kin naar de borst. Schouders en nek zijn verder ontspannen. Niet trekken. Gewoon even rustig in- en uitademen. Oké, kom er weer omhoog. We gaan onze schouders even losdraaien. We tillen ze op en we brengen ze naar achter. En weer terug voorlang. Doen we 5 keer. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. 5. En ontspan. We gaan van achter naar voren. En 1. En 2. En 3. En 4. En 5. Oké, ontspannen. Voet op heupbreedte, breng je linkerhand naar je linkerheup. Rechterhand over je hoofd, naar de zijkant. Strek je vingers goed uit. In 1 lijn, dus ga niet naar voren hangen. Probeer in 1 lijn te hangen en adem even rustig in en uit. Als het goed is, merk je dat je alweer helemaal rustiger kunt ademhalen. Oké, kom dan weer recht overeind. Andere kant, rechterhand, rechterheup. Strek je hand eroverheen, niet vooruit, maar over je hoofd. Vingers goed lang maken en adem in en uit. Oké, en rustig. En onze heupen even soepel maken. Breng onze bekken naar voren, opzij, achter, links en voor. En daar gaan we dus op 5 doen. Dit is 2. Dit is 3. En 4. En 5. Dan moeten we ook de andere kant doen. En we gaan naar links, rechts en goed zo. En links. En draai. Goed meedraaien. Blijf vooruit kijken. Ga niet naar de grond kijken. 3. 4. En 5. Die is ook weer helemaal los. We gaan ons even helemaal lang maken. Vingers goed uitstrekken naar boven. Goed lang maken. Voeten iets breder neerzetten. En dan ga je helemaal langzaam naar beneden. Afrollen, rib voor rib, kin naar de borst, naar beneden, naar de grond, zo ver als je kan. Maar je schouders en je armen zijn gewoon ontspannen. Het enige wat je voelt is rek op de achterkant van je benen. Dus bij je knieholte, bij je billen, misschien wel een beetje kuiten. Breng je handen een beetje naar voren, oren tussen je armen. En je voelt dat er nog meer rek komt op je benen. Hou even vast. We gaan terug. En we rollen weer heel langzaam op. Dat we ook niet dol worden. Oké, dan gaan we naar de binnenkant van de benen. We staan al in die spreidstand. Dan gaan we de binnenkant rekken. Hou even vol. Romp is recht. Ga niet naar beneden hangen. Romp is recht. Kijk recht vooruit. 5, 4, 3, 2, 1. Kom lekker omhoog. En dan naar de andere kant. En 5, 4, 3, 2, 1. En we komen weer omhoog. We gaan onze kuiten rekken. Linkervoet naar voren, rechtervoet naar achter. Goed de hak naar de grond brengen. Je voelt veel stretch op je kuiten. Oké, blijf zo staan. Blijf recht vooruit kijken. Ga niet naar voren hangen. Je heupen moeten juist een beetje naar voren. 5, 4, 3, 2, 1. Wissel van been. Hetzelfde, knieën op een niveau bij de tenen. Mond recht, heupen recht. En stretch achter op je kuiten. Hakken goed naar de grond. 4, 3, 2, 1. Rustig terug. Blijf er nog eentje over. Dat is onze bovenbeenspier. Komt meteen een stukje balans bij kijken. Pak een vast punt. Ga goed op 1 been staan. Pak je voet vast. Breng je hak naar je bil. Knie langs knie. En blijf even staan.
Je komt meer bij kijken. Waarschijnlijk voel ik veel rek. 5, 4, 3, 2, 1. En zet maar weer rustig neer. Andere kant. En dan zijn we er bijna klaar mee. Hak naar de wil. Pak een vast punt voor je balans. Knie langs knie. 5, 4, 3, 2, 1. Zet maar rustig neer. Nou, dit was onze workout van vandaag. Billen, benen. We hebben een cooling down gedaan. Applaus voor jezelf. Je hebt goed meegedaan. Bewegen is altijd belangrijk. En de volgende keer hebben we weer een ander thema. Dus hopelijk zien we je snel weer terug. En heb je je matje en je dumbbells alweer klaar liggen. Tot de volgende keer.